En Sonja Quintusbos, bij velen bekend als Nani of Tante Sonja, is er niet meer. Ze is vorige week overleden na een lang ziekbed. Quintusbos wordt door haar huisvriend en partner John Parsadi omschreven als een zeer sociaal bewogen mens. Als voorbeeld haalt hij aan het initiatief dat zij had genomen om in 2004 een landelijk comité op te richten voor het bieden van hulp aan Indonesië. Het land was namelijk in december 2004 getroffen door een zeebeving. Heeft ze ons gebeld, een aantal mensen, prominente uit Suriname, heeft ze gebeld, bij elkaar gehaald, een vergadering uitgeschreven. En heeft gezegd, luister, er is zoveel leed daar, zoveel mensen zijn overleden, laten we wat helpen. En toen kwam het idee van de ene op de andere, samen met Jerry Slijngaard, hoe heet het weer? Nu NCCR. Ja. Samen met hun hebben we gezamenlijk zeker 43 voeters en 21 voeters, hulpgoederen, potten, rijst, pan, water, kleding, noem maar op. Alles netjes verpakt, geselecteerd, kleren vooral, mensen konden kleren brengen. Alles netjes geselecteerd en met een Surinaamse vlag in alle dozen geplakt en gezegeld. En opgestuurd naar de mensen die daar hulp nodig hadden. Dat was ook heel erg gewaardeerd door de ambassade van Indonesië. En ze hebben dat zodoende, heb ik haar leren kennen. Kort daarna kregen we ook een aardbeving in Haiti. Dat is in 2010. Daar konden wij ook, toen heeft ze gezegd, laten we wat doen voor hun. We hebben alle mogelijkheden bekeken. Maar door die aardbeving was hun haven. De logistiek konden we geen containers sturen. Ze konden dat niet ontvangen, want voordat je een inzamelingactie begint, moet je protocolair alles regelen. Maar de ambassade had gezegd dat ze zijn niet in staat om dat een container van ons te ontvangen. Toen zei ze, weet je wat ze zei? Als container niet helpt, bidden helpt. Laten we gezamenlijk bidden. En ik kan me nog goed herinneren, op 5 maart 2010 was het Wereldgebedsdag. Heeft ze alle, zoals Suriname, verschillende religieuze organisaties, heeft ze iedereen uitgenodigd. Laten we op het Onafhankelijkheidsplein komen. En echt, het was een hele massa. Had ze op de been gebracht. En samen toen met de presidentsvrouwen en zo, iedereen een gebedsdag georganiseerd. Parsadi geeft verder aan dat tante Sonja zich niet alleen voor het buitenland heeft ingezet, maar ook voor Suriname. Zo heeft zij goederen ingezameld toen het binnenland getroffen was door een overstroming. Als we dat hebben gedaan, dat hebben gedaan, dat hebben we gedaan, moeten we ook wat voor onze eigen mensen doen. Echt waar hoor, ze heeft echt heel veel kokolampus, noem maar op, alles verzamelen en zegt, laten we voor die mensen sturen. En zodoende heeft ze eigenlijk ook een aantal nierpatiënten, Juglal, nog bekend, hulp bij elkaar, geld verzameld en haar geholpen. En zodoende heeft ze heel veel activiteiten georganiseerd. En ze wordt zaterdag gecremeerd. Wat gaat eraan vooraf? Nou, ze was een hindoe. Maar zaterdag wordt ze gecremeerd. Van 10 tot 12 uur hebben we rouwvisite, rouwdienst. En we verwachten heel veel mensen daar naartoe. En natuurlijk gaan we dan toespraken houden en mensen die wat kunnen vertellen over haar. Die programma wordt afgedraaid. En om 12 uur gaan we met de trouwstoet naar weg naar zee en daar wordt ze gecremeerd. Maar waar vindt dan die rouwdienst plaats? Thuis waar ze zelf gewoond heeft. Ze heeft gewoond op aan de Flemingstraat nummer 48, dat is Paramaribo Noord, in die straat van Choi. Daar wordt alles georganiseerd door vrienden, kennissen en familie. Parsadi memoreert dat Quintusbos ook in verschillende films en toneelstukken heeft gespeeld, zoals Land van Rama en de film over Marienburg. Zij was ook bekend om het organiseren van gezellige Pagwa-feestjes, ondanks haar hoge leeftijd. Sonja Quintusbos is 88 jaar geworden.